Ik had dus één keer. Ik had één keer een one night stand. Leuk meisje. Niet heel knap, maar gewoon als je er ziet dat je denkt, ja, dat kan ook. Meisje uit de kroeg. In de kroeg was gezellig. Hè? We hadden lekker drankje gedaan, lekker dansje gedaan. En eind van de avond zei ze, ga je anders misschien fietsen anders mee naar mijn huis, dat we daar nog even een klein theetje drinken. En ik wist meteen, het wordt sowieso geen theetje drinken, toch? Ah, lekker man, ja toch. Dus ik was met haar mee naar huis gegaan. En toen kwamen we bij haar thuis. En toen kreeg ik wel een beetje een rare vibe. Omdat zij had boven haar bed heel groot een poster van paarden. En zij op dat nachtkastje had ze allemaal foto's van paarden. En die kussensloop en dat beddengoed, dat was ook allemaal paarden, paarden, paarden. En ik zag dat en toen had ik wel zoiets van. En dat vond zij super geil. En toen waren wij. We waren zeg maar bezig. En zij zat op mij. En ik lag op mijn rug trouwens. Ze zat niet. Nee, ik lag gewoon op mijn rug. En toen kwam ze op me zitten. En toen zette ze de handen zo op mijn schouders. En toen duwde ze me iets dieper in het matras. En toen maakte ze oogcontact. Maar echt zo vet intens oogcontact. Echt zo mega lang eyeball to eyeball. Echt zo super. Beetje wat wij nu hebben, meneer. Ja, ja. Ja, gewoon mega lang eyes locked, weet je wel. Zij zat op mij, ogen. Niet wegkijken nou, hier blijven. Ja. Ja, gewoon eyeball to eigenlijk wat wij nu hebben, maar dan met mijn pik in jouw kutje. Ja. En toen kwam ze met een gezicht. Kwam ze zo heel dicht zo boven mijn gezicht hangen. En toen keek ze me aan en toen zei ze, wat betekent dit voor ons? Wow, wat betekent dit voor ons? Helemaal niks, toch? Dit is gewoon een one-night stand. Nou, ik weet wat dit betekent. Dit betekent dat ik nu naar huis ga. Dat is wat dit betekent. Mijn hele lijf schreeuwde, we gaan. Maar mijn lul zei, we maken het eerst even netjes af. Ik ben ook meteen in paniek klaargekomen, zo vluh, of nou ja, meer vluh. Maar ik had gewoon totale blackout. Toen heb ik in paniek heb ik dat condoom afgerold, knoopje ingelegd, in mijn broekzak gedaan en ben naar huis. Wat? Zij is toch knettergek? Paarden. Wat betekent dit voor ons? Ik dacht, die is knettergek. Ik dacht, je zal zien, ik sta 2 meter buiten en dan graait ze dat volle condoom uit de prullenbak, knip ze het tuutje eraf, jank ze hem leeg als soort slagroomspuit. Dat gaat mij niet gebeuren. Zij is knettergek. Zegt de man met een broekzak vol zaad. En, maar dit was op een zaterdag. En op zaterdag ben ik gewoon altijd best wel dronken aan het eind van de avond stappen. Dus ik was gewoon dronken met dat ding in mijn zak naar huis gefietst. Thuisgekomen, uitgekleed, kleren in de hoek van de kamer geflikkerd. Lekker gaan douchen. Lekker douchen. Gewoon daarna mijn bedje in. Dag daarna was het zondag. En op zondag heb ik altijd een joggingbroek aan. Zondag is mijn chill dagje. Mercenator be chillin. I like it. Ja toch? Lekker chillen. Dan leg ik even een Jan van Haasteren puzzeltje. Dan hak ik een pak bestooienkoek in tweeën. I don't give a shit. Mercenator be chillin. I like the mentality, you get me. Maandag doe ik altijd boodschappen. Maandag doe ik boodschappen voor de hele week. Dus ik had gewoon even een spijkerbroek aangetrokken. En toen was ik naar de Albert Heijn gegaan. Knetterveel boodschappen verzameld. Allemaal boodschappen verzameld voor de hele week. En allemaal lekker uitgestald op die kassaband. En ik vind het altijd lekker om die boodschappen heel strak tegen elkaar aan te leggen. Echt zo tak. Dat je die cashier ook altijd ziet kijken. Oh nee, daar is de oranje Tetris debiel weer. Ja, en nou scannen. En zij had al die boodschappen, had ze allemaal zo gescand. En toen keek ze me aan en toen zei ze, heeft u een bonuskaart? Ik zeg, zeker heb ik een bonuskaart. En ik denk, wie hebt er nou oude kauwgom in mijn broekzak gedaan, joh?
En ik doe ook nog dit. En ik kijk. En ik zie dat condoom. En ik kijk naar die cashière. Zij zag ook dat condoom. En toen zeiden wij allebei tegelijkertijd... Oeh! Dat is geen bonuskaart! En sindsdien doe ik boodschappen bij de Lidl.